ook bepaalde dingen doet. Ja, 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 daar vinden wij ook, gelijk. Halen wij uiteindelijk ook weer veel uit, toch? Dus, sowieso. Nee, man, maar Michiel, hè, spreek je je naam uit. Hè? Dus thanks in ieder geval voor te komen. Je bent net voor de opnames heb je al een mooie ijsbad sauna sessie. Heb je ook al achter de kiezen zitten. Yes. Buiten dat ben je ook gewoon heel veel bezig met personal coaching, optimaliseren van gezondheid en het verliezen van vet bij, ja, bij jouw klopt. Cliënten. Dus, het is eigenlijk een beetje, vandaag de dag, ons systeem staat zodanig hard onder stress. We zijn zodanig hard overprikkeld door verkeerde voeding, door te lang neer te zitten, door te veel... We zijn eigenlijk gewoon comfortwezens geworden, laten we het zo maar noemen. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat we af en toe eens uit die comfortzone moeten stappen om die gezondheidsprikkels terug te gaan opzoeken. En eens dat je daar veel mee bezig begint te zijn, met die koude adem, honger en zo verder, door ook af en toe te vasten, ja, dan gaat er echt een heel nieuwe... Hey, voor mij is er toch al sinds een heel nieuwe wereld opengegaan, ja. Naar de manier hoe ik me voel, dagelijks energie... naar herstel toe. Want ik kom zelf echt van een bodybuilding wereldje waar dat ik echt 6 van de 7 dagen aan het trainen was, echt 6 keer per dag aan het eten was. Echt, ja, uiteindelijk heel veel stress op mijn lichaam aan het zetten was. Nu achteraf gezien, op die moment staat je er eigenlijk allemaal totaal niet bij stil. Mm. Maar nu door in dat ander wereldje te komen, besef je ook van het kan ook anders. Met eigenlijk dezelfde resultaten te behalen. Toch en dat is eigenlijk het hele mooie resultaat. Toch dezelfde. Want mij lijkt als je naar bodybuilder gaat. Hè, dat is nou niet om die over één kam te scheren. Maar dan ben je echt. Je bent het maximale misschien uit je lichaam aan het halen. Maar niet het meest optimale. Dus je bent echt jezelf zo groot mogelijk proberen te maken. Maar is het longevity-wise het gezondste? Nee. Nee, toch? Ja. Echt niet. En dat is wat ik nu afgelopen 2 jaar mee bezig ben geweest. Ik kom echt van dat wereldje. Ik train zelf al 10 jaar. Okay. En nu ben ik afgelopen 2 jaar echt meer gaan inzetten op wat kan ik gaan doen. Want ik heb uiteindelijk ook opleiding gedaan voor orthomoleculaire therapeut. Dus daar ben ik echt gaan kijken van oké, wat heeft ons lichaam nodig om terug gezond te worden? Hoe kunnen we optimaal onze darmen, hersenen, spieren... lever, pancreas, nieren gaan ondersteunen eigenlijk met de juiste voedingsstoffen. Welke voedingsstoffen zijn daarvoor nodig? En hoe kunnen we ons lichaam terug gezond gaan krijgen? En dan kwamen we naar een verhaaltje van oké, het is eigenlijk gezonder om maar 1 tot 2 keer per dag te gaan eten. Nu, om dat dan weer te gaan koppelen naar het sportverhaal toe, naar bodybuildingwereld, is dat dan ook weer niet super optimaal. Want je moet wel eiwitten binnenkrijgen, moet koolhydraten binnenkrijgen, moet vetten binnenkrijgen. Dus dan ben ik een beetje gestrand naar mijn eigen methode. 3 tot 4 malen per dag, gebaseerd op vetrijke maaltijden, eiwitrijke maaltijden, klein beetje natuurlijke koolhydraten, fruit, groenten, suikers, honing. Dat is echt mijn superfood, om het zo maar te noemen. Ja, ja, ja. Echt voor de training 2 lepeltjes honing. Dus oh, echt? Het beste wat je kan doen. Ik lippelt nice. Gewoon leeg. Maar dat heeft er echt voor gezorgd dat mijn lichaam veel efficiënter is gaan beginnen werken. Want het krijgt minder voeding binnen, maar de voeding dat binnenkrijgt zijn de juiste voedingsstoffen. En die juiste voedingsstoffen worden op die manier dan wel efficiënt opgenomen. Mm-hmm. Want je moet het eigenlijk zo gaan bekijken, als je 6 keer per dag gaat eten, en je darmen, je lichaam raakt gewoon overprikkeld. En wanneer iets... overprikkeld geraakt, gaat het gewoon niet meer efficiënt beginnen werken. Als jij ergens op de winkelstraat op de Meijer loopt in Antwerpen en je probeert daar te werken op een computer en daar passeerden duizenden mensen die af en toe dingen komen vragen en nu, ja, no way dat je kunt concentreren om je job te doen. Mm-hmm. En dat is hetzelfde hoe dat je darmen gaan beginnen reageren. Er gaan minder vitamine en mineraal worden opgenomen, minder vetten, minder koolhydraten. Dus je gaat daar telkens meer en meer van moeten binnenkrijgen. Mm-hmm. En daardoor, door dus minder te gaan eten, maar wel de juiste voedingsstoffen, gaat je lichaam wel efficiënt beginnen werken, waardoor dat je wel efficiënt gaat zijn in het opnemen van koolhydraten, eiwitten, vetten. En die worden dan ook effectief gestuurd naar de spieren, hersenen, organen. En dat zorgt er effectief voor dat ik ook goed kan herstellen, harder kan trainen en uiteindelijk nog steeds spiermassa kan bijmaken met maar soms 2 keer op een dag te eten. Oké, maar dan is het wel groter maaltijden. Dan ja, klopt. Ja, wel grotere maaltijden. Maar dus voor heel veel mensen is dat verhaal, als ik dat probeer te vertellen naar de buitenwereld toe, gewoon shocked. Omdat de meesten echt stilstaan van, ja, daar kun je niet sterker door worden, daar kan ik geen spiermassa door opbouwen. Maar ik ben daar zelf het levende bewijs van. Mm-hmm. Ja, dus, ja, 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 ja. Dus het is leuk om
dat bewijs naar de buitenwereld toe te kunnen brengen. En om gewoon effectief mensen terug gezond te krijgen. Ja, en doe maar. Vroeger had je dan effectief een 5 tot 6 maaltijden per dag. Meer soms zelfs. Meer en dan had je net als het honger had, dan was ik gewoon aan het eten. Ja, gewoon zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Ze zei net al, ik kom uit de bodybuild wereld en we hebben al wel meerdere mensen aan de tafel gehad, mm-hmm. zeg maar, die uit die wereld komen en die daar ook nog in zitten, actief. En dan beslissen we vaak bespreken we vaak van tevoren dingen van kunnen we dit en dit aanhalen, ja of nee. Nu zeg jij zelf, ik kom uit die wereld, ik heb gezien hoe dat vooral de voedingpatronen daar heel slecht waren en die wil ik meer naar het optimale gaan trekken. Maar qua gebruik van banned substances, mm-hmm. dan, dat is ook niet optimaal uiteindelijk. Nee, maar dat gebruik ik zelf ook sowieso niet. Oké, en heb je die tijd ook helemaal niet gedaan? Ik heb eigenlijk altijd 10 jaar lang volledig natural getraind. Ja. Nu hier en daar zowel een paar van die SARMs gebruikt, maar echt langdurige extra hormonen of dergelijke gebruikt, heb ik eigenlijk nooit gedaan. En je zei SARMs? Ja, klopt. Daar heb ik letterlijk gisteren voor het eerst gehoord, dat woord. Ja, het zijn eigenlijk een soort van peptides eigenlijk die een beetje hetzelfde effect gaan creëren, ja. Maar eigenlijk in C nog schadelijker dan gewoon testosteron of dergelijke, ja. Oké, en BPC bijvoorbeeld? Voor veel mensen lijkt het de stap om zoiets te nemen kleiner, omdat je dat vaak gewoon oraal kunt inslikken, zijn gewoon capsules. Mm. En die stap is voor veel mensen vaak gewoon kleiner van, oh ja, oké. Okay. En daar krijg je dan toch, of zo lijkt het dan in hun ogen, dat ze daar dezelfde resultaten mee verkrijgen. Maar in C is het gewoon schadelijk, want de lever moet ook beginnen afbreken en dergelijke. Ja, en anders nemen mensen het intravenously of gewoon... Klopt, ja. Zeg maar, en gaat het gewoon rechtstreeks in de bluebaan. Ja. Maar zelfs toen heb ik dat wel gebruikt gehad. Was ik veel aan het eten, had ik op zich daar iets of wat goede resultaten mee. Mm-hmm. Maar nu door minder te eten, gezonder te eten, meer te gaan inzetten op de leefstijl, met ademhaling, koude therapie, warmteprikkels, ben ik zelfs in staat om nu sterker te zijn dan de periode dat ik toen was. En ik eet minder en ik train nog steeds even intensief. Dus dat is eigenlijk voor mezelf een heel mooi bewijs geweest van eigenlijk heb je al die troep niet nodig. Ja. Je kunt echt perfect presteren op de juiste voedingsstoffen, maar dan moet je het ook gewoon op de juiste manier aanpakken. Ja. Ik denk dat het een heel mooie combinatie is, of een heel mooie samenvatting is van hoe dat je uiteindelijk kunt presteren naar een zo sterk mogelijk lichaam, want dat is mijn doel uiteindelijk, wel nog altijd zo sterk mogelijk worden en kracht blijven opbouwen, spiermassa blijven opbouwen, maar op een zo gezond mogelijke manier. Ja, ik vond die dat jij net zei, van naar het optimale toe, in plaats van het maximale, dat je wil bereiken, dat vond ik ook een mooie. Ja, daar probeer ik, dat is echt mijn missie geworden, ook binnen mijn coaching, naar mijn klanten toe. Om echt gewoon de sterkste versie van jezelf naar boven te krijgen. Ja. In het meest gezondste lichaam gewoon. En met gezondheid kun je heel breed gaan trekken. Wat dat voor mij bijvoorbeeld al pluspunten zijn, is ik geef hierbij ook nog personal training. Ik werk ook in shiften. Soms vroeg laat een nachtshiften. Dus ik ben soms 12 uur lang aan het werken. Dat zijn echt momenten waarop dat ik 8, 9 uur, 10 uur lang niks gegeten heb. En ik kan perfect functioneren. Mm. En dat is voor mij al een super groot pluspunt. Dat ik weet van oké, mijn lichaam is gezond eigenlijk. Je bent niet zo diehard aan het staren op oh shit, ik heb mijn 3 van de 6 maaltijden niet kunnen eten. Of ik heb eten nodig om te moeten functioneren. Want dat is zo'n grote misvatting. Want ons lichaam is zoveel sterker dan dat we zelf denken, want sommige mensen denken echt van oké, we hebben echt voeding nodig, mm-hmm. om te kunnen sporten, om krachttraining te kunnen doen en dergelijke. Maar dat is echt niks van waar. Ik ga heel vaak op een nuchtere maag sporten. Ik heb al 72 uur gevast, ik ben toen ook nog altijd gaan werken, ik ben toen toch nog wel altijd gaan trainen. Ik ben toen niet sterker geworden op die trainingen, maar ik heb ook geen krachtverlies gehad op die trainingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel mooi is om te zien, dat ons lichaam dan eigenlijk zelfs zonder voeding nog altijd even sterk is. Ik denk dat heel veel daarvan gewoon mindset is. Juist, ja. Tenminste, Dylan is er ook een aantal keer meegekomen op de podcast. Is dat was eigenlijk een studie dat ze gedaan hadden op basis van dieren, maar dat er bijna een 1-op-1 correlatie is van hoeveel procent minder jij eet, hoeveel langer jij in principe zal leven. Dus als je zegt, ik ga 20% minder eten, dat je 20% ook bijna langer kan gaan leven, toch? Klopt. Omdat er veel minder... Evolutionair gezien zijn we ook niet gemaakt om 6 keer op een dag te eten. Nee. Als je gaat kijken, vroeger
ja, die mensen die moesten eerst nog een halve dag gaan jagen vooraleer dat ze eigenlijk effectief eten op hun bord hadden. Dus ze waren ook effectief nuchter aan het bewegen, nuchter gaan lopen achter een kip of weet ik veel, achter een bison of noem het maar op. Om dan achteraf die te gaan slachten en die te kunnen opeten. Dus evolutionair gezien zit dat zodanig in ons. Mm-hmm. En dan krijg je zo in de media van die toestanden waarbij dat verteld wordt dat vaste schadelijk is voor hart en hartproblemen en dergelijke. Ja, ik vind dat gewoon lachwekkend om te zien. Ja, En media die post daarover. Ja. VRT of zo. Ja, dus is denk een paar dagen geleden denk ik door HLN gepost. Dat er vanuit Amerika onderzoek was gedaan dat eigenlijk vasten, ik denk 60% of rond het 60% de kans verhoogt op hartfalen eigenlijk. Maar dat is wel een bold claim. Het is gewoon lachwekkend. Want als je gaat kijken naar hoeveel mensen er in Amerika overgewicht hebben, ja, dan denk ik dat het probleem naar overwicht toe een groter probleem is dat zorgt voor hartfalen, ja, dan het niet eten. Dan vasten, nee, inderdaad. Want ben je dan, als jij gaat vasten, echt zoals het intermittent fasting, probeer je dat aan te raden? Of probeer je dan, intermittent is dan met time gaps van 16 uur volgens mij. 16 uur eet je niet, de minimum, 8 uur wel. De minimum is bij mijn klanten wel 16 tot 18 uur. Ja. En ik probeer ze dan zelf ook altijd wel uit te dagen naar eventueel 20 uur. HLN, ja, populaire intermittent fasting, verhoogt kans op overlijden aan hartaandoeningen. Ja, dat is dus exact het artikel. Juist. Is ik ook nieuws gekomen, by the way. Hè? Ja, oh, dit is echt ook nog een paar dagen geleden, 19e. Shit. Ja. Dat schrijft de Amerikaanse Washington Post. Schrijft de schuld maar op iemand anders. Hè? Pas kwam er een docent / jiu-jitsu brown belt nog, maar echt een goede guy, Gauthier hier langs, en die had echt de nadruk gelegd op hoe... Wij krijgen heel veel nieuws vanuit Amerika, toch? Maar de situatie hier is nog steeds... Compleet anders. Zo verschillend van Amerika. En dat wordt tegenwoordig zeker in het nieuws altijd uit context getrokken. En alle cijfers vandaar, die moeten hier op applyen, zeg maar. Kijk hoe dat ze het worden. Populair bij beroemdheden. Intermittent fasting wordt geprezen door verschillende beroemdheden, influencers en gezondheidsexperts. Denk aan Tesla hoofd Elon Musk. Waar is hij een gezondheidsexpert? Oké, hij is een beroemdheid, maar ik weet niet. Ik vind het een beetje een rare... Dat is het hele probleem van de studie dat eigenlijk gebeurd is. Enerzijds is ook niet gekeken geweest naar wat de mensen aten toen ze hem vast gingen doorbreken. Dus als je dan gaat refereren naar hoe dat de standaard Amerikaan leeft en dagelijks friet met hamburger eet bij zou spreken. Ja, als je dan nu vast gaat doorbreken en gaat friet met hamburger eten, dan denk ik dat die friet met hamburger ervoor gezorgd heeft dat je vroeger sterft in plaats van het vast op zich, hoor. Dat hij dan al zijn nutrients misschien uit bullshit gaat inderdaad halen. Dat is ook het probleem bij die media, hè. Die hebben gewoon allemaal een quotum van ik moet 7 artikels per dag schrijven of zo. Ja. En dan gaan die met deze bullshit komen op het einde van de dag. Hè. Klopt. Als je die opzoekt, trouwens, kan ik ook nog gewoon laten zien. Als je deze ook gewoon opzoekt, komt ook echt gewoon 4 artikels tegen. Ja? Nog eentje terug? Nog eentje terug. Vasten blijven. 4 dagen geleden. En ook nog 2019. Periodiek vasten niet alleen goed voor de lijn, maar ook... Ah, dat zijn weer wel goede dingen waarschijnlijk. Ja. Maar voor datzelfde artikel gewoon 3 keer. Ja, daarom. Het wordt echt als een beetje een propaganda. Wordt het gewoon, ik gebruik ze in mijn coaching echt standaard. Ik probeer het niet dagelijks te doen. Omdat ik ook wel van overtuigd ben dat... De gezondheid, het hele verhaal om intermittent is afwisselen. Ik heb daar straks ook aangehaald met de intermittent cold, afwisselend koude. Maar ik probeer het echt naar mijn klanten toe te geven. Oké, eet ook af en toe eens een ontbijt. Want het probleem is bij heel veel mensen dat ze om de duur ook heel zwart-wit gaan beginnen leven. En ik mag dat niet meer doen en ik moet dat alleen maar gaan doen. Ja. Maar er bestaat ook nog altijd iets als een gulden middenweg. We zijn ook maar personen, we hebben ook een sociaal leven, we gaan ook af en toe eens op restaurant eten. Het is niet omdat we deze leefstijl zodanig promoten dat we ook nooit geen frietjes of zo gaan eten. Maar ik denk als die basis gezond is... Ja, dan is het lichaam echt wel in staat om eens een keertje frietjes te gaan eten of eens een keertje pizza te gaan verteren. Maar als die basis fout is door verkeerde leefstijl, te lang neerzitten, te weinig voedingsnutriënten, te vaak eten, waardoor ons lichaam al zodanig overprikkeld is, en je gaat het dan nog eens gaan overrompelen met frietjes, pizza en zo verder, ja, dan is het een en-en-en verhaal en dan kom je echt naar
de ziektes die vandaag de dag ook gewoon beginnen opspelen. Ik heb er 3 weken geleden, heb ik het nog eens opgezocht gehad. Meer als 60% van de Belgische bevolking heeft overgewicht in België. 60%? Dat was schokkend, hè? Ja. En ik had zoiets van, begint overwicht gewoon het nieuwe normaal te worden in onze maatschappij. Ja. Maar dan op BMI-wise? Of? Dat heb ik niet... Ey, dat stond er niet per se bij. Nee, want dat is ook weer een... Klopt. Moet je met een korrel zout nemen. Het is ook gewoon... Ey, als ik rond mij kijk vandaag de dag in onze omgeving... Ja, ik denk dat echt wel minstens 2 tot 3 op 5 personen sukkelt met overwicht vandaag de dag. Ja, en jij bent daar ook wel een beetje expert in, denk ik. Ja, mensen begeleiden. Ik ben daar ook meer en meer in gaan verdiepen. Omdat ik streef naar een zo optimaal mogelijke gezondheid en een lager vetpercentage is gewoon ook gezonder. Ja, Meer testosteron en zo verder. Uiteindelijk is dat voor ons als man zijn toch ook wel... Dat siert ons. Uiteindelijk, ja, we zijn een mannelijk persoon. Ik denk dat het ook nodig is om een beetje dat kind of alpha mannetje in jezelf soms naar boven te brengen. En uiteindelijk de gezondheidsvoordelen die aan testosteron gekoppeld zijn. Meer werkdrive, meer emotionele power. Dat is gewoon allemaal super mooi. En als je gaat kijken vandaag de dag naar alle tieners toe die zich slechter in vel voelen, meer depressies, burn-outs. Het is allemaal daaraan gekoppeld. En dat is omdat we gewoon anders zijn beginnen eten op een bepaald punt. En we zijn dat anders beginnen eten gaan aanzien als het zijnde normale. En het is heel moeilijk om dan de gewone mensen te gaan overtuigen van probeer eens op een andere manier te eten. Want voor hun lijkt dat dan heel extreem diëten. Terwijl dat eigenlijk gewoon is dat we evolutionair gezien vroeger alleen maar aten. Zo weinig mogelijk onbewerkt voedsel, natuurlijke suikers, vlees, vis. Ja, want daar is het nu vandaag de dag ook wel echt wel mis aan het gaan. Is dat alles oké? Okay, dan is ook weer Amerika een extreme voorbeeld. Maar zelfs hier geloof ik ook niet dat het vlees en het groente, dat allemaal zo zuiver en puur is. Als dat ze... Klopt. Het is daar ook weer een beetje roeien met riemen dat je hebt uiteindelijk. Ja. En je kunt er heel ver in gaan en zeggen van oké, de vis uit de supermarkt is sowieso misschien al niet de beste kwaliteit ten opzichte van vis bij een boer of vlees uit de supermarkt ten opzichte van vlees bij een boer. Hetzelfde bij de groenten. Maar als je dan bij sommige mensen moet je ook af en toe een beetje kijken van oké, wat is een financiële kost daarbij? Want het leven is vandaag ook gewoon enorm duurder geworden. En gezond eten is ook niet goedkoop geworden. Het wordt ook alleen maar duurder. Dus daar probeer ik mijn klanten ook altijd te kijken van oké, wat is mogelijk? Wat kunnen we op basis van gezondheid en leefstijl gaan aanpassen? En dan ben ik al blij dat ze groenten uit de supermarkt gaan kopen, maar dat ze toch dagelijks 3 verschillende groenten eten bij zo'n spreken, dan dat ze geen groenten eten. Ja. Want daar ligt dan wel nog altijd het verschil, in mijn ogen. Dat wel, en jij begeleidt dan mensen ook echt van A tot Z. Ja. En vind je het daarbij moeilijk om hun food intake of wat ze eten te controleren? Want dat is uiteindelijk een heel groot deel van de transformatie, denk ik dan. Ja, dat is inderdaad een belangrijke wel. Maar ik praat op voorhand redelijk veel met mijn klanten, omdat ik er wel vind, of noodzakelijk vind, dat die motivatie voor hun toe belangrijk is om te starten. Ze weten dat ze bij mij niet gaan moeten afkomen van hey, ik mag wel nog altijd veel calorieën eten, dus als ik die calorieën vul met pizza, frietjes en een zak chips, is dat voor mij oké. Wat dat bij sommige coaches wel het geval is, by the way. Ja. Maar ze weten dat die aanpak bij mij gewoon niet is. Ze gaan het schema volgen of ik geef hun de begeleiding, de tips en tricks mee om het zo goed mogelijk te kunnen doen, om de ideale transformatie in ogen te krijgen, zo sterk mogelijk, zo gezond mogelijk. Maar het hangt natuurlijk ook nog altijd wel van hun af. Ja. Maar de resultaten die ik krijg met een klant is echt verbazingwekkend. Mensen die echt op een week tijd echt al mij berichten zeggen van wow, ik voel mij zo'n ander mens, ik voel mij zo energetisch, zoveel meer energie om op te staan, om aan mijn dag te beginnen. Ja. En daar draait het eigenlijk allemaal om. En als je die mensen overtuigd kunt krijgen om dat heel hun leven lang te blijven volhouden, dan betaalt ze eigenlijk voor een traject van 12 weken dat ze eigenlijk levenslang nog voordeel aan hebben. Ja, je ziet op jouw Instagram zie je heel veel testimonials, toch? Ja. Echt heel veel heb je er. Dat er, dat er echt de mensen beginnen ook meer en meer interesse te tonen, omdat ik ook kan aantonen van wat ik doe werkt ook gewoon. Ja. En het is heel simpel. Ik pas het al 2 jaar lang op mezelf toe.
Ik ben dan nu naar de buitenwereld toe aan het overbrengen, naar klanten toe, naar mannen, eventueel ook vrouwen als ze daarvoor openstaan. En mijn doelgroep blijft uiteindelijk wel mannen. Mm-hmm. Maar het is heel mooi om te zien. Zeker omdat ik krijg daar zelf gewoon kippenvel van om te lezen wat het doet met die mensen. Ja. Omdat ik krijg daar zelf een heel goed gevoel bij als ik weet van oké, ik heb die mensen effectief beter gemaakt. Ja. Want je kunt die wel beter maken, maar gezond maken is nog wel iets anders. Ja. Ik wou dat net is nog eventjes. Ook. Ja, zeker. Ik heb dat ook als wij hier mensen een sessie geven en die geven daar ons achteraf een feedback over. Ja, daar doe je het voor, toch? Omdat je zo'n impact eigenlijk maakt door inderdaad zoiets, ja, gewoon bewustwording te geven. Ik wou net ook nog eventjes terug, maar we waren snel doorgaan, maar op het feit dat je het niet. Gemanipuleerd voedsel, of hoe zeg je dat, bespoten voedsel per se moet nemen. Dan hebben we hier nu wel net mooi op tafel een mooi nieuw sponsor staan, waar ik toch nog eventjes aandacht aan wil geven. Dat zijn dus die supplementen van No BS. Ja. No Bullshit Supplements. Waardoor ze dus echt op natural grass beef het gaan verwerken in een soort van pilvorm. Ja. Hey, jij was er toevallig ook al. Klopt. Een ik gebruik zelf de lever. Ik weet niet waarom hier staat. Ik denk dat deze, denk ik. Ja, de beef liver. Ja. De beef liver neem ik echt al meer dan een jaar, denk ik. Ja. Of toch minstens een half jaar. Iedere dag gewoon simpel 3 tot 6 capsuletjes. En de periode dat ik het niet neem, merk ik gewoon, zeker naar wintermaanden toe ook, het is echt gewoon een bom van vitamine en mineralen. Mm-hmm. Omdat, gelijk dat je het zelf ook aanhaalt, de kwaliteit van onze fruit en groente vandaag de dag bij vlees of bij een boer of in de supermarkt is gewoon niet meer hetzelfde. Nee. En dan mocht je nog proberen zo goed mogelijk gezond te eten, gevarieerd te eten, maar de kwaliteit is zodanig naar beneden getrokken, omdat die groenten gewoon gekweekt worden in serres, worden overgebracht van andere landen. Er gaat gewoon bepaalde waardes gaan gewoon kapot van die groenten. Ja. Dus ik denk dat er ook wel echt gewoon noodzakelijk is om een soort van basissuppletie op te stellen. En dat is uiteindelijk ook een beetje het doel binnen mijn coaching. Ik probeer het wel zo goed mogelijk aan de hand van voeding te doen, maar basissuppletie is wel vrij noodzakelijk bij mezelf. Dus pak ik zelf de lever, vitamine D3, gecombineerd met K2 en de omega-3. Mm-hmm. Okay. Ja, en dan denk ik zelfs dat de omega-3 echt nog meer of meer primeert dan al de rest eigenlijk. Ja, omega-3 hoor je vaak, het vaakst terugkomen. En zeggen mensen, zweren er bijna heilig bij. Is dat enkel voor, zeg maar, joints of overal vitaliteit van je nieren en alles? Omega-3 is eigenlijk de grootste ontstekingsremmer van ons lichaam. Mm. Dus alle soorten kwaaltjes, pijntjes, ontstekingen, langdurige chronische ontstekingen die ons lichaam komen, maar dus ook ontstekingen van stress, ontstekingen door verkeerde dingen te eten, ontstekingen door te vaak te eten, want uiteindelijk elke keer wanneer we gaan eten, krijgen we of creëren we een ontsteking in ons lichaam. Mm-hmm. Zo creëren we eigenlijk laaggradige ontstekingen in ons lichaam die dan ook chronisch kunnen worden. En omega-3 is daar gewoon de grootste bestrijder tegen. Okay. Als ik één supplement zou kunnen kiezen om aan te raden van kijk, neem er maar eentje ten opzichte van alles wat dat bestaat, dan is het omega-3. Mm-hmm. Wow, dat is eigenlijk visolie. Of dat kan je uit visolie verkrijgen. Maar omdat de meeste mensen eten gewoon te weinig vis. Ja. Moest je het niet willen nemen, de omega-3, zou je eigenlijk al minstens 3 tot 4 keer per week vis moeten eten. Zo, dat is inderdaad best veel. Dat is best veel en ook pittig duur eigenlijk. Ja, en ook weer kwalitatief gezien is de vis gewoon echt bullshit. Ja, toch? Klopt. Zeker met alle plastic vandaag de dag in de oceaan. En de pilvorm kan je gewoon overal vertrouwen, zeg maar. Want je hebt bijvoorbeeld Action Omega 3. Ja, ja, dat is discussieerbaar of daar de kwaliteit van hetzelfde gaat zijn. Ja. Nu, ik heb wel mijn merken waar ik mijn werk en waarop ik wel weet van oké, dat is goede kwaliteit. Mm-hmm. Nu, ik denk dat het wel een beetje voor zich spreekt. Ik denk dat daar vooral ook belangrijk is om te kijken naar de prijs ten opzichte van de kwaliteit. Ik denk op zo'n vlak van supplementen denk ik dat het echt wel waard is om iets meer te betalen voor betere kwaliteit ten opzichte van naar een kruidvat te gaan en daar omega 3 te gaan halen waarvan dat je weet van oké, die zijn misschien aangelengd met water in het allerslechtste geval. Ja. Moet je dan echt naar top notch gaan kijken? Stel je op de top shelf gaan kijken van... Ik zou dat persoonlijk voor omega 3 wel aanraden. Ja. Okay. Omdat ik van mezelf weet wat voor
game changer omega 3 kan zijn in mijn voedingspatroon. Dus dan wil je zeker zijn dat je echte omega 3 krijgt en niet. Ik weet ook echt. Er zijn ook studies gedaan waarbij dat gebleken is waarbij mensen in depressie of burn-out zitten, maar meer burn-out gerelateerd, die eigenlijk kortzondig een week of twee, drie omega 3 aan 3 tot 5 gram per dag gingen supplementeren. Dus best hoge dosissen, maar die burn-outs waren wel weg. Zo. Okay. Of toch alleszins al veel beter. En het is ook te verkrijgen, zoals je zegt, in gewoon vis. Maar ook andere voedingswaarden. Sommige pitten, denk ik ook. Chiazaad, walnoten. Chiazaad. Dus dat zijn echt powerfoods voor omega 3 eigenlijk. Ken je Tellen Fitness? Dat is een YouTube-kanaal, Tellen Fitness. Nee, ken ik niet. Ga eens opzoeken. Die heeft echt, daar hebben we het al eens over gehad. We hebben hem bij Jelma, daar moet ik boven gaan. Die heeft accurate beschrijving van welk soort voedingssupplement of voedingsbestanddeel dat er zeg maar zitten per 100 gram van elk product. Letterlijk van alle soorten fruit, alle soorten groenten, alle soorten zaden. Ik ben benieuwd. En zo zie je wat dat er E en S tier is en waar dat je überhaupt omega 3, want tegenwoordig hij is zijn hele tierlist is af, toch? Omega 3S. Daarom, dus hij heeft nu ook daar inderdaad die omega 3. Hij heeft van die aparte video's waarin dat hij bijvoorbeeld omega 3 aankaart en zegt van dat kan je wel uit dat. Ja, dat ga ik wel onthouden, want dat kan ik meegeven naar mijn klanten toe. Ik zeg het, hij is zo no bullshit toevallig. Zou dat no BS supplement? Hij vertelt het gewoon hoe dat erop staat en hij is echt knowledgeable. Ja. Dat is wel, Amerika-labels en zo, en die praat heel vaak over van hoe is het vis, snap je, hier, dus dat gaat over Amerika, maar je kan als je een beetje alles met nuchtere maar hij is gevestigd bekijkt, in België. Amerika. Ah, okay, Amerika. Ja. Ah, ja. Ja, daarom, dus hij heeft maar wel... de voeding blijft hetzelfde uiteindelijk. Het gaat om wat dat erin zit, toch, in elke vis zit er iets aan. Ik wist niet dat er zoveel verschil was tussen hoe... nutrient dense dat de ene vis is ten opzichte van de andere. Bijvoorbeeld caviar is super gezond. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer zijn prijskaartje. Ja, maar je hebt zo is eigenlijk oesters is de beste soort schaalschelp wat je kan eten eigenlijk. Mm-hmm. Een bom van zink en andere mineralen eigenlijk, selenium, ionium. Om echt die schildklier ook weer te gaan boosten. Dus, maar de meeste mensen... Breken eraf, dat weet ik, misschien is dat heel dom, hè, maar breken eraf als je er citroen overheen doet, omdat dat toch wel een... best wel een hoog zuurgehalte heeft. Want citroen heeft op zich ook wel redelijk wat gezondheidsvoordelen. Ja. En zijn er nog bijvoorbeeld andere supplementen buiten omega 3 dat je aanraadt aan klanten? Of is het meer van zo min mogelijk poedertjes? Mijn doel is wel altijd zo min mogelijk. Ik heb het er net gezegd, ik heb mijn basissuppletie van de lever, de vitamine D en de omega 3 met magnesium, dat ik ook wel wat combineer. Mm-hmm. Maar als ik één ding kan kiezen, dan is het de omega 3. Ja. Nu, als ze ervoor openstaan om te zeggen van oké, goed, ik wil gerust wel nog een paar extra dingen nemen, dan zou de lever sowieso ook op mijn lijstje staan met de vitamine D. Ja, maar je zou niet zozeer snel een whey protein of een... dat zijn natuurlijk de voedingssupplementen. Trainingssupplementen op zich zou ik eerder gewoon standaard blijven bij creatine en whey. Creatine en whey, ja. Meer als dat hoeft het ook echt niet te zijn. Maar pre-workout of... In de vuilbak gooien. Ja. Zo ver mogelijk. Mijn pre-workout is letterlijk gewoon 2 scheppen honing en koffie, een beetje zout over en that's it. Oh shit. Zo, met zout over ook. Ja, Himalaya zout over mijn honing. Koffietje erbij en dat is mijn prima. Ja, echt. En ben je dan ook picky over welke honing? Liefst zo vers mogelijk. Gewoon echt van de imker. Van de imker, zijn wij ook wel. Dus dat verschil proef je echt vanuit de supermarkt of niet. Ja. Als ik in de supermarkt koop, dan probeer ik altijd zo de... ik weet niet waar ik het gelezen heb of gehoord heb, het kan ook de podcast zijn, een non-EU label te nemen. Ja. Die zijn meestal minst bewerkt. Ja, klopt. Ik bestel zelf ook heel vaak mijn honing op zo pitandpit.be, denk je dat noemt. Die zitten in Hoogstraten. Ja. Pit&Pit. Echt? Dus die hebben echt, ik denk
10 of 15 verschillende honingen ook. Dat is ook super gemakkelijk. Vandaag besteld, morgen in huis. Dus als ik geen tijd heb om langs één keer te passeren of zo, bestel ik het ook gewoon online. Die hebben van alles, hè. Daar heb ik nog gewerkt tijdens zo echt begin corona. Toch? Echt? Toen alles echt? Dicht was. En maar die hebben echt heel veel. Van kokos tot pitten, zaden, noten. Ik zou denken pitten. Tot gemberpoeder, tot... Gembersap. Spirulina poeder, alles hebben die. Ja, dat moest, basically, dat werk daar, wat hij moest doen, je had zo van die ruimtes, 2 op 3 of zo... Helemaal moest je dat ontsmetten, alles schoonmaken. Echt? En dan moest je zo een palet vol bijvoorbeeld amandel. Ja, ik geef die site pitten. Ook echt altijd standaard mee naar mijn klanten toe. Van bestel je honing, bestel alles daar gewoon op. Ja. Dus eigenlijk redelijk betaalbaar in mijn ogen ook. Ja, we werd heel schoon gedaan daar. Hoor. En het is echt topkwaliteit. Ook al mijn notenpasta's, amandelpasta, pistachepasta en zo verder, die komen daar allemaal van. Zo. Ja, dan moest ook allemaal, letterlijk pot per pot werd daar gewoon handmatig gevuld, toch? Want dat is op de gram en dan, ik zeg het, dat werd hermetisch afgesloten. Die hazelnootpasta is echt mijn favoriet. Dat is eigenlijk gewoon de Nutella, maar zonder suiker. Echt? Ja. Okay. Oh, dat hadden we die kan ik echt zo leeglepelen. Ja. En na elke batch moest heel die ruimte terug schoongemaakt worden, toch? En dan werd bijvoorbeeld kurkuma poeder of zo. Wow, dan van een inside job weten we ook dat het dus clean is. Yep. Ja, daarom. Mooi, dus als je pit en pit is super clean. Dat was wel coronatijd, dus iedereen had haar netje en maar dat volledig is, pak aan. Maar ik denk dat dat nu nog steeds is. Shout-out. Pit en pit. Plus, het zijn eigenaars, die zijn letterlijk met potten gestart. Echt gewoon met een paar potten, supplementen thuis in de garage. Ja. En op 2-3 jaar hebben die dat zo uitgebouwd. En nu hebben die 1 of misschien al 2... Het is ook gewoon echt super kwaliteit. En ik denk dat dat echt vandaag de dag al belangrijk is. Ja, het zijn ook volgens mij buitenlanders. Of die main bazin daar was een buitenlandse vrouw. En van wat ik had gehoord, waren het echt sympathieke eigenaars die van nul zijn gestart. En mooi. Het was ketelhazelnoot. Chocolade. Oh ja, je kijkt al. Deze, ik weet niet waarom het amandel altijd zo duur is. Maar... En de werknemers, dus basically aan het einde van... dit is mijn laatste ding over Pit en Pit. Dat was goed werk. Toen, echt een beetje een vakantiejob. Nee, aan het einde van elke week was er zo'n pot. Want alles heeft zo zeg 300 gram over als je zakken van 1 kilo moet afwegen, toch? Dus dat doe je in een pot, hup, en dan heb je echt 2 bakken vol. En aan het einde van de week mocht elke werknemer gewoon kiezen van ik wil kan ik daar ook gaan werken? Ik heb daar niet zo lang gewerkt, toch? Maar ik had echt een hele kast vol met potten van alles. Nee, joh, echt? Dit, dat, ja. En allemaal biologisch en lekker. Ja, daarom. Uh-huh. Echt, shout-out Pit en Pit. Maar zo probeer je buiten je klanten, echt persoonlijk ben je ook op social media nog wel actief bezig om de mensen via door middel van reels, filmpjes. Ja, vooral reels, omdat dat natuurlijk een veel groter bereik heeft. Maar ik probeer daar echt wel mensen wakker te schudden van hey, het kan ook anders. Ja. Je kunt je lichaam echt teruggezond krijgen door echt hele simpele dingen te gaan doen en door soms echt gewoon letterlijk minder te gaan eten. Ja. Doet dat al zoveel meer. Want ik heb het er straks ook aangehaald, we leven echt in een prestatiemaatschappij. Ik merk dat zelf ook. Je wilt continu meer, continu dit, continu dat. Je bent bezig met deadlines te halen. En ons lichaam staat echt gewoon onder chronische stress. Mm. Continu onder chronische stress. En die gsm is ook echt... Ik gebruik hem zelf ook heel veel. Ik ben daar ook heel guilty aan, maar het is echt gewoon... Daar vond ik een hele bolte, maar ik vond dat is wel goed op reelwijs. Je had een filmpje met de grootste dikmaker. Ja. En wat haalde je daaraan? Dat was dus de inderdaad GSM. De telefoon, toch? Maar het is gewoon, het is zo standaard geworden als die naast ons ligt en die ringt. Of je krijgt meldingen, melding, direct kijken. Maar elke keer als we die dingen gaan doen, krijgt je lichaam gaat dopamine beginnen aanmaken. Je krijgt allemaal gelukshormoontjes, maar dat is kortstondig uiteindelijk. Mm. Maar na een tijd gaan die gelukshormoontjes minder actief beginnen worden. En ik ben er echt van overtuigd dat dat een oorzaak kan zijn naar depressie toe. Ja, zeker. Als je lichaam niet meer in staat is om optimaal die dopamine aan te maken, omdat het dag in dag uit zodanig veel wordt overbelast, omdat het 100.000 keer op een dag geactiveerd wordt en gepusht wordt om die dopamine aan te maken, om telkens opnieuw die gsm-meldingen te bekijken, ja, dan is het niet logisch dat dat op een duur uitgeput raakt en dat je minder goed in je vel gaat voelen. Mm-hmm. Ja, in Amerika was er blijkbaar pas een studie die zei 6 uur per dag is gemiddelde gebruik
Ik durf hem bij mij wel niet open te doen. Maar ik hoop... Normaal zit ik wel onder de 6 uur per dag. Ja, maar ik probeer het wel te beperken. Mm-hmm. Veel. Maar dat is, dan was de counter-argument... Was er van, ja, maar mensen zaten ook al vroeger zo lang voor de tv. En die zijn ook goed... Of ja, dat is ook goed meegekomen. Maar tv is inderdaad... Het gaat allemaal om dopamine, toch? Op een duur wordt het het en vooral. Dan is het en de tv, en het werk, en de gsm, ja, maar en dit en niet dat. Niet alleen dat, mensen zitten ook niet meer zo lang voor de tv. Maar je hebt daar een heel andere, zeg maar, interactie, letterlijk, met een scherm. Mm. En hier heb jij gewoon, basically, elke app en elke tv-serie aan jouw vingers. En tv, daar moest je voor zitten en wachten totdat het 8 uur journaal komt. Ja, je hebt reclame, je hebt uiteindelijk een film. Hoe vaak mensen tegenwoordig scrollen op TikTok? Nu is TikTok 7 soms echt een uur lang aan het scrollen gewoon. Dat ik denk van, wat is dit gaan doen met je leven, man? Ja. Ja, of je hebt het zelf... Iedereen is er soms schuldig aan, hè? Want ik ben echt heavy tegen gsm-gebruik, maar ik ben zelf ook... Off en on, toch? Ja, maar jij bent daar echt radicaal in, dat is goed. Ja, maar dan... Hij gooit zijn telefoon gewoon weg als hij zichzelf pakt. Maar zelfs, iedereen heeft het gewoon dat hij voor de tv zit en er is gewoon een moment dat het gewoon niet interessant is of zo. En dan pak je al je fucking telefoon erbij. En ik denk, wauw. En dan zou je eigenlijk gewoon een boek moeten pakken en een boek beginnen lezen. Ja. Maar ik denk dat iedereen daar guilty aan is. En denk je dat gewoon, dat het een craze is en dat we over 10 jaar minder usage gaan hebben of meer? Het gaat stijgen. Ik denk meer ook. Ja, ik denk persoonlijk ook omdat ze zijn constant data van u aan het afnemen, toch? Op elke website, die cookies, dit, dat, zo. Ooit waren de Vines, in 2016 volgens mij, als ik het goed kan herinneren, waren de Vines, dat waren ook de short format video's en ook de memes, om zo te zeggen. En die slaagden goed aan. En dan al die databases en al die databanken die zien van, de meest bekeken video zijn meestal short format. Gaan meestal over memes of uitleg of iets. Ja, of zo. Interessant onderwerp. En dan beginnen ze weer nieuw. En dan kwam TikTok uit, om zo te zeggen. Want TikTok was eigenlijk al de Musical.ly of zoiets, volgens mij. Dat ook al een app dat uit was, volgens mij. En dat is geswitcht naar TikTok. En zij kwamen dan met de short format video's van paar seconden, om zo te zeggen, toch? En vandaar is het terug weer opgepakt. En dan zag Instagram en YouTube van, wow, die verdienen... Allee, dat is het potentieel veel, in. Ja, veel watchtime, om zo te zeggen, toch? Maar dat is het algoritme, toch? Daar zit een heel sterk algoritme achter, wat exact weet waar dat die jou moet voeden, waardoor jij daar gewoon op blijft zitten, toch? Yep. Complex, gewoon, vind ik het. Ze zijn ons letterlijk verslavend aan het maken. Ja. Ja, exact. Want dat waren de video's die het meest bekeken waren. En nu zitten we allemaal te scrollen. YouTube is erbij gekomen, Instagram is erbij gekomen. Het blijft ook komen. En nu gaan ze ook weer al nieuwe dingen uit nieuwe databases halen. Van, kijk, die soort video's of die soort reels maken het nog meer. En maar het is niet eens gegeneraliseerd van, dit is de meest bekeken video. Nee. Die weet gepinpoint wat jij het leukste vindt, toch? Waardoor jij gaat blijven kijken. En dat is voor iedereen individueel. Ik denk dat vandaag dat ook gewoon gek is. Hè. Als ik hier aan het praten ben over een ijsbad, bij zo'n spreken tegen jullie, 9 van de 10 krijg ik straks reclame over ijsbad. Ja. Die hebben we echt al zo vaak gehad. Bij jou was het zover wel eens dat je erover aan het denken was. Hè. Ja, maar nee, dan moet het gezegd zijn geweest. Dat zover ga ik nog niet, want die apparaten hebben ze nog gewoon niet in een gsm om gedachtegolven te vangen uit de lucht, toch? Maar, snap je, ik was er wel aan het denken en het moet ergens uit mijn mond gekomen zijn of iets, want ja, letterlijk, ineens stond die, volgens mij was het een blikje iced tea. Ja, dat ik gewoon dorst had en dat ineens zo open ging. Zo die ice reclame toch? En dan zo, maar dat kan geen toeval zijn. Ja. Nee, die stress is echt, het gaat ook alleen maar erger en erger worden. En je merkt dat ook gewoon, het aantal depressies en burn-outs begint ieder jaar opnieuw gewoon te stijgen. Ja. En zo ben je dan op een gegeven moment ook, omdat je net over dopamine crashen zat, ook op een gegeven moment op het cold exposure gekomen. Ja. Omdat dat echt wel, naar ons weten, ook een van de beste manieren is om op een natuurlijke manier dopamine, endorfine en dit soort zaken aan te gaan maken. Ja. En ik denk dat dat ook een van de grootste redenen, of een van de grootste troeven is waarom ik het ook gewoon doe en blijf doen, is die controle over die stress. Je leert letterlijk gewoon het stemmetje in je hoofd uitzetten en je leert je lichaam gewoon onder controle krijgen in een stresssituatie. Ja. Als er bij spreken, je hebt je fight-flight systeem, waarbij mensen in een bepaalde stresssituatie bevriezen, niet meer weten wat ze moeten doen, of weglopen van de situatie.
als je dat leert onder controle krijgen door in zo'n ijsbad te stappen, ja, dan mag daar morgen een gekke tijger voor mijn neus staan. I know what to do, I can handle it. Ik bedoel, als ik 3 minuten in zo'n ijsbad kan staan, dan kan ik ook wel tegen mijn lijf zeggen van oké, ga rustig om met die tijger bij zo'n spreken. En zo kun je in het dagelijks leven ook gewoon die stress veel meer onder controle krijgen. Ja, het is echt door die... Je creëert gewoon een dikke winnersmentaliteit gewoon. Hè. Ja, ja, en je creëert ook stress of die lage punten, waardoor dat die hoogtepunten eigenlijk vanzelf in je dag zitten. Zo zie ik het vaak, toch? Van die, het ergste punt van de dag, dan ga je doorheen in de ochtend en dan... Buiten het feit dat je super wakker bent, heb je inderdaad ook zo'n dopamine en endorfine release gehad. Die, plus, je hebt gewoon de aanmaak van dopamine heb je meer gereguleerd gekregen. En nog één, hè, want je zei al van mentaal is, heeft er veel mee te maken, daar haal je veel voordelen uit. En dat is bij cardio bijvoorbeeld ook, ik weet niet meer, die Ironize. Jonas had het volgens mij op zijn story gezet, een paar dagen, of vandaag, ik weet niet meer. Mm-hmm. In ieder geval, hij zette erop dat cardio, een underrated aspect van cardio is het feit dat je daardoor je gedachten echt goed op een rijtje kan zetten. Mm. En dat vind ik bij ijsbaden en sauna's ook. Daarna ben ik altijd zo zen. En klopt. Je zo een ander, ja, heb je gewoon veel meer. Je hebt een andere state of mind eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ja. Je hebt gewoon je lichaam even vrijgemaakt van die toxines in je hoofd eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat dat gewoon al het belangrijkste of het grootste effect is van al die prikkels eigenlijk. Ja, om gewoon eens even tot rust te kunnen komen. Creatiever te kunnen nadenken, creatiever uit de hoek te kunnen komen. Meer ideeën, beter te kunnen presteren. Mm-hmm. Dat slaagt ook wel een beetje meer op die prestaties en dergelijke. Maar het helpt u vooral in het ondersteunen daarin. Ja. Om alles onder controle te krijgen. Want het is ook heel menselijk, want hè, dat is nou niet om te exposen. Want we hadden net ook een ijsbadsessie, een sauna gedaan. Mm-hmm. En ik vroeg van, wil je hem voor of na de episode wil je hem doen? En toen zei ik, wil hem erna doen, toch? Yep. Maar ik denk dat je nu blij bent dat je hem toch wel ervoor hebt gedaan. Klopt, omdat je zit... Ja, je kunt gewoon veel frisser nadenken uiteindelijk. Ja, ja dat is het ook. En het is ook die... Wil maar aanhalen dat het gewoon heel normaal is om... Het te willen uitstellen. Inderdaad. Inderdaad. Dat is heel normaal. En daar blijf je ook weer tegen die... barrière zeg maar lopen, maar als je weet dat jij de baas bent over jouw gedachten en dat... Zo leer je echt gewoon uit je eigen comfortzone stappen. Juist. En ja, daar ben ik ook gewoon fan van, want waarom willen ze zijn weg, zeg ik altijd. En ik ben echt ook gewoon heel groot fan van je comfortzone elke keer opnieuw te blijven uitbreiden. Om gewoon zelf op die manier naar de sterkste versie, zowel fysiek als mentaal... naar de beste versie van jezelf te kunnen streven op een zo gezond mogelijke manier. En dat is exact waar de heel mijn coaching om draait. Ja. En dat ga je dan ook bieden aan jouw cliënt, hè? Want je zei het daarnet, Valdo was denk ik nog off-camera, maar jij wil ook ijsbaden, sauna's en een volledige personal trainingruimte. Dat is nog heel nieuw. Dat is eigenlijk nog kleine exposing nu. Maar het zal er toch kunnen aan te komen. Het mag er ineens in komen. Dus het is echt de bedoeling om eigenlijk heel mijn online coaching verhaal eigenlijk nu op live locatie eigenlijk te kunnen gaan brengen. Dus zowel de fysieke trainingen, krachtopbouw, conditioneel eigenlijk. Om dat dan ook te gaan ondersteunen met voeding. De juiste voeding. Ik gebruik het woordje oervoeding eigenlijk altijd. Het is een heel mooi sterk woord uiteindelijk. Met veel honing, natuurlijke suikers. Veel natuurlijke bronnen van eiwitten, vlees, vis, noem maar op. Omdat ik echt wel vind, het belangrijk vind om je lichaam te gaan ondersteunen. Zeker naar revalidatie toe, naar krachtopbouw toe. Om je lichaam gewoon zo sterk mogelijk te maken. En om dat dan te kunnen gaan combineren met herstel toe. Naar sauna's, ijsbaden toe, ademhaling. Om dat eigenlijk allemaal in één faciliteit te kunnen gaan combineren. Dan denk ik dat je eigenlijk in staat zit om mensen echt een zodanig winnersmentaliteit te kunnen laten creëren. Of dat ervaar ik toch al sinds al bij mezelf. Ik verlaag in vetpercentage, ik word sterker. Ik heb vorige week eigenlijk nog een PR gezet op mijn benchpress uiteindelijk, op een nuchtere maag. Dus dat is nog best impressive. Ja. Dus ik weet dat het mogelijk is, omdat ik echt vandaag de dag met al die dingen bezig ben. Dus als ik die allemaal in één faciliteit kan creëren, dan kan ik echt gewoon van atleten monsters maken die door muren lopen bij zo'n spreken. Ja. Zo voel ik me alleszins toch. Ja, want jouw cliënteel is dan
zijn dan meer topsporters, maar dan bijvoorbeeld in de, ik had een paar gezien van de kickboxwereld. Ja, dat klopt. Omdat ik zelf ook redelijk lang, al een redelijk lange tijd in die kickboxwereld heb gezeten. Nu gewoon puur op hobbyniveau, laat ons zo noemen. Maar de mensen kennen mij daar ook wel. En die vraag was ook naar mij gekomen van oké, kunt je mij op dat vlak eigenlijk gaan begeleiden naar mijn gewicht dat ik nodig heb voor te kunnen vechten op die klasse van wedstrijden. Omdat ze ook zagen welke resultaten dat ik het uiteindelijk haalde. En toen heb ik eigenlijk met mijn eerste klant kunnen doen. Die moest op 4 weken tijd binnen in die club nog een dikke, denk ik, 5 kilo vermageren, wat eigenlijk op zich misschien niet het allergezondste was, maar oké, ja goed, op dat type topsportniveau is het soms wel nodig om dan naar het iets extremere toe te gaan. En uiteindelijk... Kon hij de dag van tevoren wegen of de dag zelf? Dat was de dag ervoor, ja. Oh, oké, dus dan... Ja, dus dat was best impressive, want die trainde 4 of 5 dagen in de week kickboxing, die nog voetballen. En uiteindelijk hebben die door meer te laten eten, maar gewoon de juiste voedingsstoffen, meer vetten, is hij 6 kilo afgevallen. Okay. En had hij nog veel meer energie en heeft hij zijn tegenstander in de 2e ronde knock-out geslagen. Dat is goede reclame. Mooie toch, testimonials, ja. Ja, maar daarom 4-5 kilo op iemand dat eigenlijk al op bijna topsportniveau aan trainen is, kan nog wel een uitdaging zijn. Ja, zeker en vast. Dat eraf te halen. En zat er dan ook watergewicht op het einde, zeg maar, de laatste dagen aan? Nee, dat was eigenlijk niet nodig. Nee? Nee. Oké, okay, dus vooral... want vroeger deden ze dat ook heel fel in de bodybuildingwereld. Echt het vocht afdrijven. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd, als je gewoon normaal blijft drinken en je vochtbalans op peil blijft houden, gaat je er zelf veel meer energie aan overhouden. Ja, eigenlijk. Sowieso, ja. Mm-hmm. Dat was een stuk gezonder. Ja, hij heeft ook, Dylan is dan een MMA-vechter, of tenminste, mm-hmm. die heeft ook al wel wat op weight cuts moeten doorstaan, toch? En dat is altijd wel... Dat is gewoon fysieke marteling soms, hè? Ja. Dus als je dan je lichaam kunt ondersteunen en echt gewoon long term op hetzelfde gewicht kunt blijven vechten, je goed niveau kunt voelen en sterker kunt worden, ja, dat is een win-win, dubbel-win situatie uiteindelijk. Ja, dat is ideaal. Ik heb wel eens voor een jiu-jitsu-wedstrijd 68 moeten wegen. Zodat je dan de gi weegt 2 kilo en dat is min 70. Ja, en dan 68 is te weinig voor mij. Ja, dat kan ik geloven. Ja. Toen was ik ook al te laat daar, dus dan was ik basically... Ik ging wegen, ging snel naar de auto eten en drinken. En toen ineens werd ik gebeld zo, ja, maar je moet nu competen. Het grappige aan het verhaal is, wat had je dan toen gegeten voor die wedstrijd? Ja, niet ideaal voedsel. Carbs. Carbs? Nee, pasta? Wel ei. Ei okay. En champignon en spinazie. Maar dat is nog best impressive. Ah, op zich was het wel gezonde shit, ja. Maar ik had zoveel eten. Het was op een pizza. Nee, ik had echt niet. Ik had 3 happen of 5 happen op. En toen daar hoor je vandaag de dag gewoon bij veel sporters. Want ik heb echt die koolhydraten nodig om te kunnen trainen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ons lichaam niet per se die koolhydraten nodig heeft. Je kunt perfect ook overleven op vetten of op andere energiebronnen binnen in je lichaam. Mm-hmm. Daar is ook al mooie voorbeelden van geweest van wielrenners die de dag daarvoor borden pasta naar binnen slikken alsof dat niets is. Terwijl dan andere wielrenners redelijk vetrijk gaan eten en die dan waarschijnlijk nog beter gaan presseren op langere termijn. Ja. Maar dan komen we ook een beetje op het verhaal van je moet je lichaam daar natuurlijk ook wel een beetje kunnen trainen om te kunnen switchen van die brandstoffen van koolhydraten naar vetten toe. Ja. En daar is vasten dan natuurlijk weer een heel handige tool voor. True. Ja. Dus misschien ook een goede segue, want had ik gewoon basically gemeal prepped. En daarom dat ik had dat eitje gebakken en spinazie, wat noten zaten erbij en zo. En je zegt net dat geen goede water. Ja, nou, het was eigenlijk echt een goede maaltijd. En het was een cracker, maar ik weet nog, ik zat toen ook in een heel low-carb tijd, zeg maar. Dus daarom dat ik ook low-carb had. Ik weet niet waarom dat ik zeg slechte maaltijd. Volgens mij was er nog iets anders bij. Zo, ik had echt veel eten in ieder geval. Ik heb bijna niks van kunnen eten. Moest meteen competen. Maar daarmee wilde ik ergens naartoe gaan. En je begeleidt dus jouw klanten, vooral ook op het vlak van eten. Ik denk, voeding is daar een groot aspect van. Ik denk dat bij mij het belangrijkste is. En dat probeer ik ook altijd te vertellen naar de buitenwereld toe. In C kan iedereen een basically goede training volgen met een correct trainingsprogramma. YouTube staat er vol van. Maar dat is ook het grootste probleem bij de meeste van mijn klanten, is die voeding.
Het is heel moeilijk, denk ik, om in te begrijpen. Vooral te begrijpen, maar vooral ook, wat kan ik allemaal eten? Wat is er allemaal op de markt wat ik kan eten? Want eentonig eten is echt het grootste probleem bij al mijn klanten. Iedereen is daar soms wel guilty aan. Rijst met kip op broccoli. Ja, dat klopt. Of gewoon echt, dan stel ik de vraag van, oké, wat eet je allemaal doorheen de week? En dan zeggen ze, oh, maandag eet ik kip, dinsdag eet ik vis, woensdag eet ik biefstuk. En dat lijkt basically redelijk gevarieerd, maar als je dan iedere week opnieuw dezelfde dagen, dezelfde kip en dezelfde vis en dezelfde steak gaat eten, dan ben je eigenlijk basically gewoon altijd hetzelfde aan het eten. Mm. En een handige tip wat ik zelf altijd probeer mee te geven aan mijn klanten is, je zou eigenlijk op wekelijkse basis 50, minstens 50 verschillende voedingsingrediënten moeten eten per week. Zo. Ja. Verschillende soorten bonen, kip, noten, fruit, groenten. Ja. 50 verschillende groenten. Hey, 50 verschillende ingrediënten eigenlijk. Daarom is die tell and fitness ook echt interessant. Want dan ga je beseffen van, oké, in 50 verschillende voedingsingrediënten. Best veel, hoor. Zit zoveel verschillende vitamine en mineralen. Vitamine, ja, inderdaad. En dat is altijd het verhaaltje wat ik vertel tegen mijn klanten. Van, probeer zo kleurrijk mogelijk te eten, want elke kleur heeft verschillende vitamine en mineralen. Als je dan een redelijk kleurrijk bord gaat eten, krijg je op wekelijkse basis allemaal verschillende vitamine en mineralen binnen, die allemaal zijn eigen functie heeft naar spierenbouw toe, naar herstel toe, metabolisme toe. Het is eigenlijk die combinatie ervoor gaat zorgen dat je zo gezond mogelijk en zo sterk mogelijk gaat worden. Want als je altijd dezelfde kip gaat eten, krijg je alleen maar... Ja, basically, kip is zelfs gewoon de meest nutriëntloze voedingswaarde dat er bestaan. Kun je ook veel beter opteren voor vis of steak te gaan eten. Maar ook daar, als je iedere keer opnieuw kabeljauw gaat eten, of iedere keer alleen maar zalm, of gaat die zalm eens vervangen door makreel, sardientjes, je krijgt altijd andere vitamine en mineralen binnen. En dat is echt de key naar succes in mijn ogen, die variatie. Ja. En zijn er dan dingen die daarbij helpen? Want bijvoorbeeld... Ik denk dan vooral naar variatiegericht is HelloFresh een goede ondersteuning. We hebben dat thuis toen, dat ik nog bij mijn ouders woonde, zeg maar, hebben we dat lang gehad. En je had elke week had je wel 3 verschillende maaltijden. Je had altijd genoeg te eten. Ik denk dat dat inderdaad zeker wel een aanrader is voor veel mensen. Ik doe het zelf niet. Ik heb het wel overwogen. Maar goed, welke tip dat ik meestal gewoon aan mijn klanten toe meegeven is van, kijk, ga gewoon iedere week naar de winkel, koop 6 of 7 verschillende groenten en zorg dat de week nadien gewoon andere verschillende, 6 tot 7 nieuwe verschillende groenten zijn. En de derde week kun je eventueel terug de groenten van week 1 pakken of een mix van de weken daarvoor. Maar ik zeg wel altijd van de week nadien, zorg dat het echt 7 nieuwe verschillende groenten zijn. En zo leer ik ook gewoon nieuwe dingen uit naar mijn klanten toe. Leer ze ook experimenteren met voeding. Omdat het vaak ook gewoon een gebrek is aan kennis van wat kan ik allemaal eten, wat is er allemaal in de supermarkt en wat kan ik allemaal combineren om die maaltijden lekker te maken. Ja, maar het duurt soms wel lang, toch? Om dan te kiezen, zeg maar, je bent in de supermarkt, dan moet je al met een recept daar staan bijna. Hey, ik ben geen HelloFresh verkoper of zo. Totaal niet. Ooit wel. Overigens. Maar kijk, het is gewoon handig omdat je 1. Niet al die verleidingen hebt in de supermarkt. Plus, je hoeft niet meer na te denken. En je hebt ook Bofrost of zo. Ja. Dat is zo ongeveer hetzelfde. Maar die hebben echt gezonde stukken vlees, gezonde groenten. Mm. Alles is super. Ik zou vers sowieso alleen maar mijn groenten bestellen. Omdat ik mijn vlees ook bij een lokale boer ook haal. Waarvan ik weet dat ook gras gevoerd is en dergelijke. Mm. Maar qua groenten is het zeker wel interessant. Ga je ook naar de Angus Hoeve? Ik bestel het zelf op Couvert.be. Couvert. Dat hebben we ook al besteld. Dat is echt de beste website. Ook gewoon omdat het een interessant concept is, omdat het redelijk ecologisch ook gewoon is. Die koe pas geslacht. Volgens mij is dat nu de Barbarian Project van Iron Eyes. Die hebben daar ook een kortingscode. Klopt. Dus, mensen dat Couvert. Dus het is ook gewoon ecologisch. Die koe pas geslacht wanneer dat er bij spreken iedereen voor betaald heeft. En de volgende dag wordt dat ingevroren en 2 dagen later zit het gewoon letterlijk in de diepvries. Dus dat is kwalitatief. En dat dier wordt ook niet nutteloos geslacht bij zo'n spreken. Nee, dat is inderdaad... Die doen ze goed, doen ze heel goed. Ja. Zorg natuur is ook... Die hebben ook gezond vers vlees. Klopt. Daar hebben we nog geen ervaring mee, maar dat zal ook wel goed zijn. Ja, ik bestel mijn dingen gewoon bij Couvert en bij Pit & Pit. Ja. En dan... Wat nou als je een cliënt hebt die zegt, ik kook niet graag? Heb ik al gehad. Dan probeer ik meer met soort van
meal prepping te werken. Waarbij okay, ik gewoon ja, zeg van, ga gewoon naar zeven... Hey, koop gewoon letterlijk zeven verschillende groenten. Bak die gewoon in één moment. Dus gooi gewoon zeven verschillende groenten in een pan. Kook die, gooi daarbij spreken gewoon een beetje kip bij. Hey, of bak eerst een kip, bak een beetje zalm, bak een beetje steak. Dan zeven verschillende groenten. En dan zet je gewoon, ik zeg maar iets, acht verschillende bakjes klaar, waarbij je een beetje kip verdeelt, een beetje biefstuk verdeelt, een beetje zalm verdeelt. En daar dan gewoon die verschillende groenten overgooit. Ja. En dan kun je die in de vriezer zetten of in je ijskast zetten. Ja. Dan eet je wel praktisch basically een paar dagen aan het stuk dezelfde groenten, met ander stuk vlees of vis. Maar als je dan zorgt dat de week nadien die groenten anders zijn, zet je wel aan het variëren. Alleen de groenten of ook het vlees? Ja, dan zou ik ook wel het vlees en het vis vervangen naar andere soorten. Want je hebt ook in een filmpje gezegd dat het gebruik van kruiden ook nog heel veel kan doen. Ja, sowieso. Naar zout toe, bijvoorbeeld kaneel, is een super kruid om het zo maar te noemen. Het helpt eigenlijk enorm met onze bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Okay. Dus bij een heel koolhydraatrijke maaltijd, vooral zoals havermout of whatever, en je voegt daar kaneel aan toe. Maakt en dan het gaat ook veel lekkerder. Maakt het enerzijds lekkerder, maar je bloedsuikerspiegel gaat ook veel minder hard en snel stijgen, waardoor dat je eigenlijk er basically langer en meer energie aan gaat overhouden. Zou je havermout in de ochtend aanraden? Nee, nooit. Nee? Nee. Koolhydraat in de ochtend zou ik sowieso altijd afraden, omdat echt bewezen is dat je bloedsuikerspiegel doorheen de dag sneller doet schommelen. Ja, je hebt sneller energie pieken. Ik kies altijd voor een vetrijk ontbijt. Mm-hmm. Altijd. Spek en eieren. Oh. Bijvoorbeeld. Oh. Maar dan wel bijvoorbeeld met mijn ajantje bij, een beetje blauwe bessen, een beetje noten bij. Ja, dat is wel een van mijn favoriete ontbijtjes. Eet goed, een omeletje. Blauwe bessen bij eitje, ja. En maar ik eet apart dan, hè. Dus ik gooi gewoon drie eieren in de pan, gooi er een beetje biefstuk bij, een ajantje in, een beetje knoflook, champignonnetjes. En dan eet ik er apart nog een paar paranoten en blauwe bessen bij. Ja. En dan heb ik echt basically supergezonde healthy maaltijd met heel veel vitamine en mineralen. Ja, eieren haal je ook van een boer? Ja. Sowieso. Ja. Dat verschil kun je echt enorm zien naar de eierdooier. Ja, eierdooier. Ja. Als je oranje ziet, dan weet je tenminste al betere kwaliteit hebt dan de legkippen. Ja, ik denk dat de mensen inderdaad, zoals je zei, in het begin mensen zijn veel eerder op comfort nu, maar dat ze toch eens even in hun buurt moeten gaan zoeken. Lokaal. Lokaal. Een imker, een kippenboer. Het gaat die mensen op zich helpen om betere, om die producten nog kwalitatiever te kunnen maken. Mm. En het is voor ons ook gewoon een win-win, omdat je kwalitatieve producten in je lichaam steekt. Ja. En je merkt na een tijd ook echt wel het verschil qua jouw energie. Qua energie. In de dag. Ja, en uiteindelijk, de prijs valt nog mee, hoor. Ja. Je hebt twee, vooral bij ons is het 2,5 euro voor 10 eieren. Mm-hmm. En echte goede eieren, zeg Klopt. Maar. Hetzelfde als in de supermarkt, basically. Klopt. Ja. Hetzelfde met honing en dergelijke nog. Ja. Oké, je moet de stap zetten om het ergens anders te gaan halen op zich van de supermarkt. Maar eens dat je, en dat is mij alles zo, eens dat je daarvan de resultaten of de verschillen merkt, gaat je altijd sneller geneigd zijn om dingen anders te gaan doen. Ja, daar in Melcee laat je dan verse melk. Ja. Rauwe melk voor een euro per liter. Ja, dat is mooi, hè. Het is bijna goedkoper als in de supermarkt. Ja, en het is vers. Nu, ik drink zelf sowieso niet heel veel zuivel. Gewoon omdat ik merk dat ik er zelf iets intoleranter aan ben. Mm. Dus ik probeer altijd iets van kokosvarianten te nemen, zo voor melk. Ja, bij in geitenmelk. Geitenmelk zou geen lactose zitten. Heb ik nu eigenlijk nog niet bekeken kijken gehad. Bij die Tellen, echt een aanrader. Tellen Fitness. Zijn YouTube, hij heeft daar ook melk tussen staan. Volgens mij geitenmelk is lactose. Dat merk je bijvoorbeeld ook bij whey. Als ik daar twee scoops whey per dag zou nemen of zo, dan krijg ik vol een bak acne. En dan weet ik ook gewoon dat ik daar redelijk intolerant... Ik gebruik wel whey, maar ik probeer het zelf al niet dagelijks te nemen. Ja. En als het toch een bepaalde periode is dat ik het dagelijks probeer te gebruiken, is het sowieso maximum één scoop. Ja. Dan zijn we inderdaad weer bij... Kaalmelk inderdaad, geiten. Kaalmelk was ook echt een gezonde melk trouwens. Koeienmelk. Kook eens maar een stukje verder. Ja, een stukje verder. Chocolademelk. Dat is goatmelk daar links van. Hemp? Nee, eentje links van links. Ja, dat is goat. Goat. Yeah. Oh, zo, kaalmelk is star tier. Ja, yeah. Goat. Wacht, ik moet even naar de kijkers wat zien. Oh ja. In ieder geval, misschien tussendoor, tijdens dat jullie dit aan het ontcijferen zijn, tegenwoordig zie je ook van die dingen zoals Factor Meals.
Wat vind je daarvan? Dan zijn ze van die... En die pakken die je uit de vriezer haalt, vork erin, hup, in de microgolf. Die bij tankstation aan bedoel je, of wat? Of? Nee, echt zo. Dat heet Factor Meals, maar dat is wel nog zo. Ik ben er nooit voorstander van geweest. Dat zit vol bewaringsmiddelen. Ja. Je weet ook niet hoe dat is klaargemaakt. Mm-hmm. Dan kun je het echt gewoon beter een uurtje op een zondagnamiddag je tijd vernemen en het zelf gewoon invriezen en in diepvriezer steken. Ja, ja. Shit, wist jij dat je kamelenmelk hebt? Zweer, ik wist dat niet, man. Dat is gigantische bulten, man. Shit. Oh, ja, tuurlijk. Ja, die hebben we niet bulten. Oh, dat hebben we toch geen uiers, man. Oei, was hij is melk slecht. Wat zei ze nu over geitenmelk? We hebben niet echt gesproken dat er eigenlijk lactose in zit. Nee, not for lactose intolerance. Intolerance or milk allergy. Dus lactose is aanwezig in geitenmelk. Yep. Toch wel, toch wel. Okay, ja, maar, dacht ik wel. Even gedebunked dan. Ja. Ja, dat was misschien buffalo milk of zo, maar ja, in ieder geval. Hij vertelt wel veel interessante dingen. Sorry, bro. Kamelenmelk. Kamelenmelk gaat hem zijn. Straks ga je allemaal reclame op onze gsm over kamelenmelk. Heb ik nog nooit hemp, gezien. Volgens mij hempmilk. Hemp, die zetten we hier. Ja, dat moet wel, dat is geen. Oh, geen disclaimer. Ja. Nee, daar zit geen melk. In ieder geval. Ja, ik denk het niet. Denk voor jou doet kokosmelk het wel. Ja, ik vind het ook gewoon lekker. Mm-hmm. Ja, die is. Dat is plus, en al Alpro soja? Is kokosmelk? Ja, meestal gewoon uit de supermarkt daar wel. Ja, 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 ja. Ja, gewoon van Alpro of dergelijke. Okay. Ja, 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 beet ja, your melk. Ja, blijkbaar kan je ook de gewone kokosnoot, zeg maar, als je dat open doet, heb je zowel kokoswater concentraat, erin. Ja, bangelijk iets. Ja, gewoon inderdaad wat dat erin... Dat drink ik vaak voor de training ook. Maar dat is heel weinig, toch, in een kokosnoot? Ja, klopt. True. Maar je kan die... het witte in de kokosnoot kan je in een versa pers of een cold press juicer doen. Dat is wel veel werk. Dat is veel werk, ja. Maar als je op vakantie zou zijn en je hebt de tijd daarvoor... Toen... Ja, dan komt er verse kokosnootmelk uit. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Dus, maar het is heel veel werk. Ja, ik ben vorige zomer 3 weken gaan rondtrekken met een rugzak in Sri Lanka. Oh. Ja, ik heb daar niks anders gedaan dan kokosnoot gedronken. In Sri Lanka, wauw. Ja. Dat is een prachtig land. Ja, ja, echt. Ja, ja, ja. Ik ben helemaal alleen naartoe gegaan, was een solo travel met mijn rugzak. Vet, man. Geen enkel hotel vastgelegd, enkel mijn heen- en terugvlucht lag vast. Ja. Daar gewoon drie weken de beste tijd van mijn leven gehad. Dat is echt iets wat ik heel graag zou. Normaal gezien ging ik dit jaar naar Costa Rica 3 weken, maar met de toekomstplannen... Ja. Met de eigen zaak op te richten heb ik beslist om die centen toch even te sparen en die in de zaak te pompen. Ja, 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 moet dan. Logisch ook. Afweeg, toch? Ja. Dan kun je daarna kun je langer dan 3 weken weg. Hopelijk. Hopen, toch? Ja. Is er een reden dat je voor Sri Lanka hebt gekozen? Ik had het ooit eens gehoord van een vriendin die eigenlijk al 10 jaar lang solo travelde. Die zei van, dat is eigenlijk echt een super prachtig land, mega underrated. En dat is ook gewoon zo, iedereen bekeek me zo raar van wat gaat je daar doen in Sri Lanka, waar ligt dat zelfs, ken ik dat. Maar echt oprecht, de mensen die daar al naartoe zijn geweest, ik geef nu ook echt aan van dat is echt super prachtig land, super vriendelijke mensen. Het is echt super aanrader om te doen. Het ligt daar bij Myanmar, Indonesië in de buurt, ja. Dacht ik. Want ik heb toen de combinatie gedaan met ook nog 3 dagen naar de Malediven te vliegen, omdat ik zelf ook duik. Dus dat was een beetje duikparadijs daar in de Malediven. Zo, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Nee, maar freediving of? Nee, echt scuba diving. Scuba diving, ja. Ja, ja, ja. Sri Lanka was echt een prachtig land. Wauw, ja. Heel, heel puur gewoon. Je merkt echt dat daar nog niks van toxiciteit eigenlijk leeft. Heel cultureel. Ja. Vervuiling viel het ook allemaal mee? Ja, dat viel echt goed mee. Je hebt daar een beetje de vervuiling van de bevolking op zich. Maar echt niet om te zeggen dat het echt... Geen Antwerpse haven of zo. Nee. Echt pure lucht. De koeien liepen daar gewoon over het strand en dergelijke. Was echt prachtig. Ja, ja, en ja, het raad je dat ook aan, solo travel? Ja, waarschijnlijk wel, toch? Oprecht. Ja. Is ook een heel grote misvatting, want mensen denken ook altijd van wow, zou ik dat wel kunnen om zo helemaal alleen op vakantie te gaan? Maar één, je leert jezelf beter kennen. En je leert ook, voor mezelf was het toch, uit mijn comfortzone stappen, want je moet je gaan openstellen naar mensen toe, naar groepen toe die je totaal niet kent. Voor sommige mensen kan het echt al een roadblock zijn van ik wil mezelf niet openstellen naar een groep toe of dergelijke.
Maar uiteindelijk, ik heb daar continu in hostels eigenlijk geslapen. Oh, ja. Ik heb daar echt mega veel mensen leren kennen, waar ik nu zelfs ook nog altijd contact over heb vanuit Duitsland, Amerika, Italië. Ja, is echt bangelijk eigenlijk. Je krijgt eigenlijk gewoon een community van mensen die eigenlijk allemaal daar zijn. Die op vakantie zijn, die echt misschien soms al 6-7 maanden lang aan het reizen zijn vanuit Australië, heel Indonesië, Afrika aan het rondreizen zijn. En daar zit je s'avonds gewoon samen mee aan tafel, hoort je die verhalen, dat is echt bangelijk. Ja, dat heb je wel met hostels, hè? Ja. Dat hoor ik vaker, nou, Brendan had dat ook. En veel mensen daar reizen toch, die gewoon gaan zonder... Dat is echt mijn go-to. Zonder plan of cheap, zo. En het is gewoon superleuk. Ja, en daar leer je... Iedereen kennen, basically. Iedereen die in een hostel zit, die is wel op reis, basically. Ja, klopt. En die heeft een verhaal. Ze staan ook open voor, zeg maar. Als je in een hotel zit, ga je niet even snel bij je buren aankloppen. Nee, klopt. Want we zijn toen met een groepje van 5-6 mensen in Sri Lanka beginnen rondtrekken. Omdat wij eigenlijk basically dezelfde route hadden. En zo leer je echt die mensen kennen, dus dat is echt fijn. Ja. Check, zoals ik ooit heb gehoord, dus er was een meisje uit Zwitserland, die werd betaald om eigenlijk haar masterjaar te doen via de universiteit. En met die centen was hij eigenlijk heel Afrika aan het rondreizen. Ja, echt. Die had daar boeken bij, dus ze was wel aan het studeren hier en daar. Ah. En die zorgde dan gewoon op het einde van de rit dat ze haar examens kon doen. Oké, zo. Maar dat is letterlijk betaald op vakantie gaan. Letterlijk, ja. Dat is wel... Zij kwam van uit Amerika. Nee, Zwitserland. Oh, Zwitserland, sorry. Anders moesten ze wel terugbetalen. In Amerika. Ja, student loan is a real thing. Though. Nee, de solo travel is echt... kan ik alleen maar aanraden. Zo... So. Er was, kan je dat eens opzoeken? Hacker, verwijderd, student loan debt. Basically, dat was zo'n hacker, ik weet niet meer waar dat was, daarom dat ik het even naar vraag. Maar die had gehackt op een platform en die heeft zo alle student loan debt van echt miljoenen, toch? Heeft hij gewoon allemaal verwijderd. Ik denk van heel Canada of zo. Of heel Quebec. Dat zijn geen miljoenen hoor, dat zijn miljarden. Ja, miljarden daarom, maar het zal dan van een Wisconsin of zo een staat zijn, toch? Waarschijnlijk. Maar die is daarmee weggekomen. Maar hij heeft gewoon, hij is in dat systeem gaan hacken en dan heeft hij, ergens kon hij gewoon alles verwijderen. Zo. Dat is crazy. Ja, we hadden het over student debt. Is dat een crime? Ik weet niet. Ik vind het... Wat? Het wissen van? Ja, dat is Robin Hood eerder, toch? Ja, vind ik ook. Ja, je bent eigenlijk... Want ik vind student loan... Ik vind het meer een crime van de universiteiten. Dat ze jonge mensen eigenlijk zo... Eigenlijk laten starten met hun leven, met hun carrière, met een gigantische schuld. Ik vind dat zelf, vind ik crimineel. Hmm. Ja. Want ja, mensen die zijn daar totaal niet op voorbereid. Die zijn 5, 26 als die eenmaal beginnen met... Het echte leven, zeg maar. En dan moet je beseffen van... Oh, ik begin nog helemaal niet als chirurg, toch? Of ik begin nog steeds beneden ergens. Yeah. En dan moet jij wel jarenlang gaan terugbetalen. En het is gewoon... ik vind dat een scam, hoor. Die student loans. Ik vind er niet al te veel over terug. Wat ik wel erover terug vind is... Je hebt bijvoorbeeld... Nelnet Data Breaches. 2,5 miljoen... students, dat is ook wel over die education, toch? En over de student loans, maar nog niet echt iets. Ik heb het al hier gezien. Komt je wel Reddit, ja. Bij Mr. Robot is blijkbaar ook een ding geweest. Ik denk niet dat dat wel. Ik check nog even verder. Yes. En Michiel, jij was ook met een studie bezig op dit moment? Of heb je net afgerond? Een studie over? Dat zei je aan het begin van de episode, toch? Je was... van voeding. Dat je ook op een natuurlijke of op een gezonde manier je lichaam wil verbeteren. Ik ben er niet echt via echt expliciete data aan het vastleggen, laat me zo zeggen. Ik alles qua bewijzen heb ik wel om het aan te tonen voor mezelf en naar mijn klanten toe. Maar wat het gewoon basically op neerkomt is, oké, 8 weken geleden... had ik nog niet echt alle puntjes op de i gezet, dus had ik hier en daar nog wel andere dingen. En ik had voor mezelf gezegd van oké, ik wil even gewoon eens even kunnen aantonen van het kan ook volledig anders met maar 2 maaltijden soms per dag te eten. Gewoon kwalitatieve maaltijden en daar toch sterker uit worden en vet kunnen verliezen. Omdat uiteindelijk, dat verkoop ik dan naar de buitenwereld toe, dat ik die kennis daarvoor heb. Ja. En ik wou het nog eens even extra in de kijker te gaan zetten om mezelf echt als levende bewijs te gaan gebruiken. Ja, ja. Dus ik heb echt gewoon mijn
mijn stats van mijn trainings bijgehouden op die laatste workouts van mijn benchpress, van andere tips bij, zoals wij, van andere workouts, van wat mijn kracht daar toen op was en wat mijn kracht daar nu op is. Hoeveel ik toen woog, hoeveel ik nu woog en wat ik toen at en wat ik nu eet. En ja, dat staat gewoon zwart op wit dan. Ja, dat ik echt gewoon letterlijk met minder maaltijd, want toen had ik 4 keer, soms zelfs een 5e maaltijd, nog gewoon hier en daar zo'n simpel appel, wat echt super onschuldig is, maar het is wel een maaltijd. Overschakelen ben naar 2 maaltijden per dag. Echt gewoon super simpel, eiwitrijk, vetrijk, redelijk wat koolhydraten ook, maar gewoon de natuurlijke koolhydraten. En toen 8 weken geleden zat mijn benchpress op 120 6 keer. En ik heb dan een paar dagen geleden 130 3 keer gebenched op een nuchtere maag. Zo, ja. Zo. En ik woog toen een 74,5. Zo, ja. Zo. En in C ben ik eigenlijk hetzelfde gebleven. Want ik heb mij een paar dagen geleden ook gewogen op de weegschaal, woog ik 85. Was wel mijn kleren aan en was toen ook al mijn ontbijt gegeten. Dus basically is mijn lichaamsgewicht ook rond de 84,5 blijven schommelen. Ja, net zei 74, dat moest ook. Oh, sorry. 84. Nee, ja, ik dacht 84. Zijn. Ja, 74. Nee. Dus 84. Ja. Maar mijn vetpercentage is wel aanzienlijk gedaald ook. Ja, ja. Okay. Okay. En heb je dan zo'n full body scan daarvoor gebruikt om dat te analyseren? Nee, dat niet. Ik denk dat dat wel degelijk visueel zichtbaar is aan de foto's op zich. Ja, oké. Maar je hebt geen exact percentage verschil. Nee, ik heb dat toen ook bewust niet gedaan. Omdat ik kwam er ook niet te hard op focussen, omdat ik het eigenlijk gewoon heel sporadisch mee was begonnen. Dat ik gewoon gezegd heb van oké, alle puntjes op de i zitten en we gaan gewoon kijken waar het uitkomt. Mm-hmm. En uiteindelijk is het wel echt een super mooi resultaat geworden. Ben je fan van het loggen van voeding, trainingen? Dus het echt progressie. Het opschrijven van. Ik doe het. Voor mijn klanten stel ik wel altijd een basically standaard voedingsschema op met het aantal grammen dat ze moeten eten. Omdat ze in het begin gewoon nog niet de kennis hebben om dat te doen zonder alles af te wegen. Nu, ik train zelf al 10 jaar, ben echt al 10 jaar lang met die voeding bezig. Ik weet ongeveer wat die porties zijn, ik weet ongeveer hoeveel 100 gram havermout is, ik weet hoeveel dit, hoeveel dat is. Want ik heb gewoon simpel in mijn keuken geen weegschaal meer. Dus ik weeg ook niks meer af. Soms eet ik iets meer calorieën, soms eet ik iets minder calorieën. Maar na 10 jaar heb ik ook wel die ervaring opgebouwd. En met beginnende klanten is natuurlijk echt moeilijk. Het loggen in een boekje of zo. Van deze dingen gedaan, zoveel. De klanten krijgen van mij echt een volledig schema van begin tot einde wat ze kunnen eten op een dag. Met het aantal calorieën, aantal grammen vetten, koolhydraten, eiwitten en zo verder. Dus ik verwacht gewoon dat ze zich daar ongeveer aan gaan houden. En dan heb ik wel ongeveer een idee van hoeveel calorieën ze dagelijks binnenkrijgen eigenlijk. Ja. Dat vind ik wel een goeie inderdaad. Dat je houdt het wel bij, maar je hoeft niet alles apart te wegen. Zeg maar, want zo ga je een beetje obsessief Ik kom echt van de bodybuilding wereld, waarin ik dat allemaal heb gedaan. Ja. En ik heb daar echt eetstoornissen aan overgehouden. Dat ik om duur echt in de winkel liep en zeg van oh, dat is zoveel calorieën, dat is zoveel calorieën, dat mag ik niet eten, dat is dit en dat is dat. En ja, dat brainfuckt heel je hoofd gewoon. En ik denk dat dan kun je ook gewoon echt een verkeerde relatie met voeding gaan opbouwen. Ja, dat is ook verkeerd, denk ik. En daar hyper aware van bent, van hoeveel suiker dat er in elke maar legit, 100 gram van voedingswaarde. En dat is om het duur ook gewoon stress op je lichaam, hoor. En we krijgen al zoveel prikkels van stress binnen, dat het soms gewoon beter is om bepaalde dingen gewoon weg te laten. Ja. Dus misschien niet het meest optimale, want je gaat waarschijnlijk sneller resultaat krijgen als je toch nog alles zou gaan afwegen. Maar voor mij heeft het positiever gewerkt in de zin van het is minder stress om alles af te wegen, waardoor die stress op mijn lichaam wegvalt, waardoor ik sneller herstel, harder kan trainen, meer spiermassa bouw en sneller vet verlies. Dus het is altijd een beetje individueel afwegen van wat is eigenlijk de beste keuze om te kiezen. Ja, het komt misschien niet zozeer op die 10 gram meer of minder. Nee, klopt. Juist. Het is inderdaad. Gewoon als je weet wat. Als je hard genoeg traint, dan verbrand je dat wel, hoor. Ja, daarom. Ja, ik vind het zo eigenlijk een mooi episode. Ik weet niet, als jij nog iets wil toevoegen aan het verhaal. Het was een leuk episode. Ja, er komen mooie dingen komen er in de toekomst, toch? Prachtig, inderdaad. Ik weet nog niet wanneer het gaat zijn. Nu, ik heb wel de naam.
Ik heb eigenlijk meer naar het Romeins-Latijnse eigenlijk verwezen. Oeh. Omdat ik zoiets had van, oké, met mijn oersterk leefstijl coachingprogramma online, wat ik ook refereren naar de vroegere tijden. Dus wat ik een beetje richting die Latijns-Romeinse benamingen blijven. En zijn wij eigenlijk uitgestrand op Aquila. Dus het gaat eigenlijk Aquila Gym worden. En het betekent eigenlijk in het Latijns Adelaar. Aha. Ja. Dus het totaal concept staat op papier. Waarom heb je voor Adelaar gekozen? Omdat Adelaar op zich reflecteert naar iemand die op voorhand even nadenkt. En hoe die strategisch gezien zijn doel gaat aanpakken. En zijn doel dat ook gewoon pakt en overwint. Zo. En dat is exact hoe dat ik ben. Ja, op voorhand even nadenken. Er volledig voor gaan. In een stijl vlug naar beneden vliegen. Ja. Prooi pakken. En dan 4 terug omhoog vliegen. Ja, en voor luisteraars die geïnteresseerd zijn en die in de regio Melcelen, Sint-Niklaas, Waasland wonen, die ofwel geïnteresseerd zijn om een traject aan te gaan, ofwel een pand hebben of kennen, ook. Laat Michiel zeker even weten. Ja, mooi. Kunnen elkaar een beetje helpen. Ja, toch? Yep, inderdaad. Ja, Michiel, thanks man, om langs te komen. Denk wel dat ik En we gaan nog veel van elkaar horen. Sowieso. Sowieso, maat. Oké, rustig aan. Tot de volgende keer. Houdtjes. Ja,